is een drukke week, dus ik wil eens weten wat je eruit gehaald hebt. Wel, een van de opvallendste televisiemomenten voor mij was de ontmoeting tussen Christophe de Boursu, onze vriendelijke collega van de RTBF, en Vic van Aalst, advocaat, maar vooral eminent lid van de N-VA. Stukje levendige journalistiek was dat, Chris. Het zijn hevige tijden. En die politici die hebben natuurlijk ook nog een familie en een privéleven. Zoals van de week de broer van de formateur gestorven. Wie op de dag dat dat nieuws bekend werd naar RTL keek, die is wel extra geschrokken. Elio even doodverklaard. Maar het kan ook straffer. Radio 1 liet van de week een gewezen minister van staat uit de doden opstaan en een relatie beginnen met een groen blaadje. Ai, een juiste naam in de journalistiek, het is iets essentieels. Juist, de voornaam is redelijk essentieel. Maar eigenlijk in de journalistiek vind ik de basis nog altijd goede vragen stellen. En die Hollanders soms zo lomp, echt. Lomp. Ja. Lachen met Nederlandse collega's, we doen dat graag. Het is niet mooi, maar nog eentje om het af te leren. genoeg gelapst. Dus terug ernst. Je weet, Indra, het imago van België in het buitenland, ik ben daarmee bezig. Ja, ja, vorige week die Russen die de burgeroorlog verklaard hebben. Wat is deze week? Deze week komt het vanuit Taiwan, de Taiwanese visie op de Belgische politiek. Tot zover België vanuit Taiwan. Mijn laatste filmpje baat in een erotische sfeer. Maar, dames en heren politici, vergis u niet, het gaat eigenlijk over jullie. Het is goed begonnen, Chris, maar ja, Europa, dat is een scheldwoord aan het worden. En daarover gaat het zo meteen ook bij Ivan aan tafel. Jou zien we in de sport terug. Dankjewel, Chris.